Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Merlin Wengoe. We praten met haar over haar sportschooltje en de onderneming die ze van daaruit is gestart. En natuurlijk de activiteiten die je bij de sportschool zou kunnen uitvoeren. We maken kennis met Merlin Wengoe vandaag. What we need is a little Q-Time. Merlin, welkom in Q-Time. Dankjewel. Vertel ons wat meer over jezelf. Laten we kennis maken met jou. Oké, ik ben Merlin, a.k.a. Mer. Zo noem ik mezelf in de sportschool. Ik ben ook leerkracht van beroep. En daarnaast verzorg ik lessen in de sportschool. Oké. Jouw hoofdberoep is dus leerkracht zijn. Jawel. Op welke school geef je les? Welk niveau? Dr. De Ruiterschool, dat is helemaal op Saint-Tigron, achterin van Rieberg. Ja, oké, wauw. Dus elke dag reis jij van jouw huis naar daar om les te geven. Ja. Aan een lagere school is dat? Is een lagere school, ja. Oké, is goed. En hoe laat ben je dan thuis na je werk? 1:30 zo. Oh, soms over 1. Snel. Ja. Oh. Als ik met eigen vervoer ben, over 1. Ja. Als ik met de bus ben, soms 1:45. Oh, oké. Ik dacht dat het een hele tour was om bij je huis aan te komen. Nee. Valt er ja, als mee. Mensen horen Saint-Tigron, dan denken ze, dachten de Ruiterschool Saint-Tigron, denken ze, Migade is zo ver. Ja. Nee, maar het is niet ver hoor. Nee. Is, laten we zeggen, 15 tot 20 minuten van mijn huis uit naar school. Ja. Als ver... ik met eigen vervoer ga, hoor. Ja, het is ver van de stad. Mm. Waarschijnlijk denken we daarom dat. Ja, ver van de stad, dat wel. Ja. Oké, maar goed. Op een gegeven moment ben je dus met een sportschool begonnen. Waar is dat vandaan gekomen? Ik werkte eerder voor BFIT. Ja. En ik heb 5 tot 7 jaren voor BFIT gewerkt. En toen zag ik dat van, ik kan mijn dingen zelf ook doen. Ja. En natuurlijk heb je ook een ander doel, je wil je doelen bereiken. En alleen als je alleen lessen, dus je eigen dingen zal doen, kan je dan je eigen doel bereiken. Ja, en daarom heb ik die stap genomen vorig jaar. Oké, en eigenlijk heb je dit in coronatijd gedaan. Jawel. Was dat niet juist een grotere uitdaging? Dat was een grote uitdaging, ja. Ja. 1, gaan mensen wel komen, want ik ben nieuw. Ja, oké, bij BFIT kende een paar mensen me al. Maar gaan mensen me joinen? Hoe ga ik het doen? En ja, het was echt een grote uitdaging. Oké. En maar... natuurlijk, safe werken en voorzichtig. Ja, je bent nooit voorzichtig genoeg. Dus dat. Dat klopt. Maar jouw sportschool, is hij ook op Welgedacht A waar je woont? Nee, het is op Lelydorp. Ik werk boven van Winkel Sing, achter de speeltuin, voorin, op Lelydorp. Ja. Oké, dus je bent wel echt aan het treffelen in Wanica. Jawel. Oké, very nice. En jouw sportschool is elke dag open? Ja, elke dag van maandag tot en met vrijdag. Ja. Zaterdag en zondag geef ik geen les. Oké, en je geeft alleen les of kunnen er ook mensen komen om gewoon zelf te trainen? Ik doe al mijn lessen zelf. En ik doe 2 lessen per dag. Boy, meisje, je hebt het baldadig druk. Jawel. Oké, valt het wel goed te combineren? Ja, valt goed te combineren. Natuurlijk moet je je leerkracht, dus het werk wat je eigenlijk doet bij de overheid, moet je niet laten vallen, want je bent bezig met kinderen. Ja. Dus je gaat geen van ze kunnen verwaarlozen. Ja, oké. Ja. Dus dat heeft het lukt wel. Het lukt wel. En vanaf hoe laat tot hoe laat geef je les op Lelydorp? Ik begin elke dag om 6:30. Mm-hmm. En ik ben zo tot 7:15, 7:45 soms bezig. Oh, oké. Dus dat valt mee. En mensen van de buurt komen, neem ik aan, naar jou toe. Ja, mensen van de buurt, omgeving, komt een dame helemaal van uitkijk. Ja. En ik vroeg daar eens, waarom kom je helemaal van uitkijk? Want het is ver, je kan dichterbij, het zijn andere sportschoolen, waarom kies je voor mij? Toen zei ze van, Mer, ik ga je 1 ding zeggen. Je motiveert me. Mm-hmm. Toch? En dat heb ik ook eigenlijk nodig om verder te gaan. Oké. En het komt helemaal echt van uitkijk. Dat is heel mooi. Daarvoor doe je het eigenlijk, hè? Ja. Hoeveel mensen volgen er nu les in jouw klas?
Ik heb een groepje van 50 zo aan mijn been. En die zijn Ja. dus verspreid over die 10 lessen die je hebt. Jawel, Ja, ja. Oké. Maar Ja. dat wil De zeggen. drukste lessen zijn de Zumba-lessen. Oké, je hebt verschillende Maar soorten lessen. Wat voor soort lessen heb je ja, allemaal? aerobic en Zumba. Ja? Oké. Ja, dus cardio, abs training en dan Ja. heb je dan Zumba. Oké. Want als ik zeg druk, dan praat ik niet over 50 mensen in één les. Maar dan heb ik bijvoorbeeld die dag 15 mensen zo. Oké, verdeeld over die twee lessen natuurlijk. Natuurlijk, Ja, want ja. je hebt die twee klassen. Mer, dus jij hebt wel ruimte om meer mensen te kunnen accommoderen? Ja, maar ik kan in één keer 40 mensen ontvangen in mijn zaal. Maar dat doe ik niet. Maar Dat doe doe je ik alle niet. lessen alleen? Want, boy, 40 Ik doe mensen. allemaal alleen. Oké, wauw. Heftig. Als ik echt, dus als er echt wat ertussen komt, heb ik wel iemand die voor me ingaat. Oké, Ja. gelukkig. En het is Mijn natuurlijk ook collega. mogelijk om uit te breiden naar een beetje eerder of een beetje later. Dus er is in principe nog wel ruimte voor groei. Jawel, Ja. ja. Maar waarom zaterdag en zondag niet eigenlijk? Je zou juist denken, dan zijn mensen juist vrij. En dan hebben ze, je weet al, mensen die door de week werken tot laat. Dat ze dan juist een beetje tijd hebben om iets te gaan doen met sporten. Waarom geen zaterdag en zondag? Omdat ik mijn lessen zelf doe voor dit. En als ik van maandag tot vrijdag 5 x 2 is 10 lessen. Als ik nog zaterdag en zondag zou werken, dan weet je wat er gaat gebeuren, Odette. Okay. Blijft niks Dus over van daarom. jou. Wel, ik ben niet moederslangste, maar toch. Ja, geestelijk, lichamelijk. Ga je ook dan kapot als je te veel gaat werken. Vele mensen hebben me wel gevraagd voor de zaterdag en zondag. Maar ik ben nu momenteel bezig met iemand anders, een dame. Ik kan geen mensen opleiden, maar mijn collega die zegt van mij, ik zie dat je druk hebt. Dus ze zegt, ga je heel gauw joinen in maart. Dus dan misschien kan ik wel kijken Ja. voor zaterdag, maar geen zondag. Zondag kies ik wel voor een rustdag. Ja, oké. Okay. Maar inderdaad, met andere mensen, want je bent een jonge, kleine, ondernemende vrouw, wat ik hier zie. Ja. Dus Ja. je gaat er wel voor. Maar Ja. dat je dus inderdaad, hoe zeg je dat, opteamt met iemand anders die daar ook de gelegenheid krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen op die manier. Dat zou heel mooi Ja. zijn. Ja. Ja. Waar wil je naartoe met je sportschool? Wat is je ambitie? Wat is je droom? Kijk bij mij toch, Oudert. Ik ben gestart. Ik heb een doel voor ogen, is al bijna af. Een huisje aan het bouwen, laat me dat zeggen. Dus is bijna af. Met mijn sport wil ik vooral dames, ook heren hoor. Maar ik zie dat vrouwen tegenwoordig veel moeite hebben met zichzelf. Toch? Vele sportscholen, allemaal zijn goed, focussen op afvallen. Maar ik heb ontdekt dat sporten een soort therapie is voor vrouwen. Mannen komen dan, die gaan meer in bij die gewichten, bij die apparaten. Maar als vrouwen in de sportschool komen, kan ik, hoe ik leerkracht ben, kan ik ze op een gegeven moment makkelijk lezen. En ik zie dat sporten een therapie voor hun is. Ik doe altijd na mijn lessen een motivatiesessie. Ik praat tot mijn mensen. En je gaat niet willen geloven, Odette. Je hebt toch één ertussen of twee die me na de les zeggen of appen. Maar je hebt me echt goed gedaan voor de dag. Want ik stond echt op het punt misschien iets geks met mezelf te doen. Maar wat, ik weet niet, je weet precies wat je moet zeggen wanneer er iets met iemand is, denk ik. En ik zei ervan, nee, het leek alsof ik het voel in de zaal. Die energie voel ik van jullie. Dus met mijn sporten wil ik vrouwen, zowel mannen, motiveren om te blijven te om blijven te bewegen. En maakt niet uit hoe je eruit ziet. Je moet ook van jezelf blijven houden. En daarmee kan er ook kan ik veel mensen raken met het sporten. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn doel. Dat ja, is een soort ja. therapie. Je hebt, ja, dat zou ik je net zeggen. Je hebt er veel meer dan alleen maar een sportschool, als je het meevraagt. Ja. Ja, Ja, je bent ja. ook een beetje de uitlaatklep voor alle andere persoonlijke
issues klopt. waar mensen mee zitten. En dat is heel erg Ja, mooi, want dat heeft hele grote waarde. ja. Ja, voor de omgeving en de mensen waarmee je werkt. Dus ik zou zeggen, Ja, klopt. Marilyn, you're doing a good job. Zet door. En net En wat je zegt. Ik zeg ze ook altijd, Odette, als je komt, meeste mensen als ze komen, ik wil afvallen. Toch? Of meeste mensen die naar de sportschool gaan, dat denken anderen, wanneer ze zo naar de sportschool zien gaan, dat denken ze van, deze gaat om af te vallen. Vooral als ze iets, je weet toch, voller zijn, denken ze van, deze gaat naar de sportschool. Maar dat zeg ik ze. Je komt werkelijk om af te vallen. Maar je moet niet steeds gaan focussen daarop. Focus op jezelf. Toch? Wat wil ik van mezelf? I want to be happy? Ga, kom, begin te trainen. Toch? Let natuurlijk op je voeding. En naarmate je begint te bewegen, ga je die transformatie zelf zien. Ja, maar het gaat altijd samen. Hè? Het is niet alleen maar het lichaam, maar ja, het is ook de geest. Ja, gaat altijd samen. Klopt, ja, gaat altijd samen. Zeker. Nou, Marilyn, heel erg veel succes toegewenst. Je hebt een doel voor ogen, heel duidelijk, met je sportschool en je huisje. Maar ik weet zeker dat het tempo waarop jij er tegenaan gaat, dat het heel binnenkort allemaal zal uitkomen. Jawel, ja. Dankjewel. Dus zet hem op, succes in het traject. En ik zou zeggen, focus op de toekomst. Yes. Ja? Ja hoor. Oké. Dankjewel. Is goed. Dankjewel, succes. Ja. Bye, Marilyn. Dankjewel. Ja, doei, Odette. Dat was een heel erg inspirerend gesprek met Marilyn Wengoe. Ze is er niet alleen maar met haar sportschool, daar in het hartje van Lelydorp, maar ook om de mensen te motiveren die bij haar komen en een hart onder de riem te steken als ze dat nodig hebben. Dus ik zou zeggen Sportschool Plus van Marilyn Wengoe. In ieder geval een jonge, enthousiaste dame die het hef in eigen handen neemt met betrekking tot het bepalen van haar toekomst. Ik wens ze er heel erg veel succes toe. Dank u wel voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot een volgende keer. Goeiedag.